Goedemorgen, welkom en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag, dat betekent dat ik lekker weekend heb. Dus het is weer tijd om jullie gezellig mee te nemen. Ik ben op het moment bezig met mijn make-up. Ik weet nog niet precies wat ik allemaal ga doen dit weekend. Dus dat gaan jullie gewoon samen met mij zien. Heb je zin in deze video, doe dan in ieder geval alvast je duimpje omhoog. En dan hoop ik dat jullie zin hebben om te zien wat ik dit weekend weer allemaal ga doen. Oké, let niet op mijn kamer. Mijn kamer is namelijk een beetje rommelig. Maar ik wilde jullie even de outfit laten zien die ik vandaag aan heb. Ik heb een heel leuk pantenbloesje aan en die is van de Zara van vorig jaar. Heb ik mijn Gucci riem om. De spijkerbroek is van de H&M. En dan heb ik mijn sneakers erbij van Philip Model. Dus dit is mijn outfit voor vandaag. Lars heeft een nieuw speeltje gekocht. Dus ik ga jullie meenemen naar beneden en dan ga ik jullie laten zien wat het is. Dag meisje. Dit is mijn vriendinnetje. Shira. Shira, kom eens. Kom eens. En hier is mijn andere vriendin. Nou, Lars komt naar beneden. En hij mag zelf even vertellen wat hij heeft gekocht. Ja, wat was het? Wat heb je gekocht? Een drone. Lars heeft dus een drone gekocht. En we gaan even vliegen. Hij heeft hem gisteravond pas binnengekregen. Dus het is allemaal nog een beetje nieuw en onwennig. En hij is echt als een kind zo blij. Hij heeft er al, ik denk wel een half jaar over dat hij er eentje wil kopen. En nu heeft hij er dan eindelijk eentje gekocht. Dus hij is helemaal happy. Nou, volgende dingetje op het lijstje van vandaag. Even mijn zusje wegbrengen. Mijn zusje gaat naar een festival, dus ik moet haar even afzetten bij een vriendinnetje. Als je iets geks hoort. Ik heb een snoepje in mijn mond. Dus we gaan eventjes mijn zusje naar Eindhoven brengen. En op de terugweg gaan we even kijken of we ergens een veldje tegenkomen. Dat we nog even met de drone kunnen vliegen. En dan mag ik ook een stukje vliegen. Dus ik zal vragen of Lars het ook zo dadelijk wil filmen. We zijn nu in Bliksembos op een of ander veldje. We hebben hier echt super veel ruimte. Dus Lars is even de drone aan het installeren. En dan gaan we eens eventjes een stukje vliegen. Het is echt super lekker weer. Het is vandaag 21 graden, maar wel echt met een zonnetje. Dus het is gewoon echt heel lekker warm. En dan hoop ik dat als ik dadelijk ga vliegen, dat het mij ook een beetje lukt. Want Lars heeft natuurlijk al een beetje kunnen oefenen. Maar ik nog niet. Dus ik ben benieuwd. Ik heb bij Lars even de GoPro opgehaald, want ik ga vanavond iets super leuks doen. Ik ga het nog niet vertellen, ik ga het jullie straks gewoon laten zien. En ik heb Shira even meegenomen. Dus die gaat gezellig mee in de auto. En we gaan nu weer richting huis rijden. Nou, ik ben weer thuis. Shira heeft even gezellig gespeeld met Jack. En ik zit achter de laptop. Want het is tijd om video te gaan editen van volgende week donderdag. Dus de video voor deze, dus die staat al online als jullie deze video zien. Op zich logisch natuurlijk, want deze ga ik nog niet editen. Dus dat ga ik nu even doen. Eventjes mijn kaartje eruit halen, mijn gegevens op de computer zetten en dan ga ik editen. Ik ben nu dus aan het wachten, want ik moet mijn gegevens dus overzetten van deze map naar die map. Alleen het is dus 10 gig. En dat duurt zo ontzettend lang. Hij is echt heel traag. In ieder geval met overzetten. Met editen is hij echt top. Het is nu 6:15 en wij gaan met de auto naar Fundustry in Nuenen. Samen met mama en Rachelle. Want Rachelle en ik hebben vanavond een slipcursus. Die hebben wij vorig jaar met kerst al van mama gekregen. Alleen we hebben hem nog steeds niet gedaan. Ik heb hier een hele tas mee. Daar zit een GoPro in. In ieder geval Lars' GoPro zit daarin. Dus ik ga kijken of ik die in de auto kan hangen. Zodat ik de auto van binnen kan filmen. Als wij dus aan het slippen zijn. En ik ga vragen of mama de auto in ieder geval van buiten kan filmen. Dus jullie zullen straks ook nog wat beelden zien van hoe zo'n slipcursus eraan toe gaat. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het nog nooit gedaan. Ras, heb je er zin in? Keiveel. Vind je het spannend? Nee. Oh. Nou, wij gaan die kant op. Ik ben weer thuis. Het is net 8 uur geweest en de slipcursus was echt super leuk. Ik geloof dat ik 3 keer op en neer ben geweest. Mama heeft het een en het ander gefilmd. Ik heb ook de GoPro in de auto gehangen, dus ook van binnen is het een en het ander gefilmd. Dus dat hebben jullie als het goed is net al gezien. Het ging redelijk. Een paar keer ging het heel goed en een paar keer ging ik zwaar in de slip en stond ik achterstevoor op de baan. Maar het was zeker wel voor herhaling vatbaar om dat nog een keer te doen. En je kunt daar bij Fundustry kun je ook driften. En dat zag er ook wel super gaaf uit. Dus misschien dat we dat ook nog een keer gaan doen. Maar ik begreep al dat dat in ieder geval tot oktober ergens vol zit. Dus als we dat willen doen, dan moet dat pas na oktober. Ik ga nu even mijn spullen pakken. Ik ga morgen shooten met Margot en gezellig lunchen samen. Even een beetje bijkletsen, want ik heb het er al best een tijdje niet gezien. En dan ga ik richting Lars, want daar slaap ik vanavond. Ik zie jullie zo weer. Een hele goede morgen. Het is inmiddels alweer zondag. Ik heb gisteren de vlog niet meer geëindigd van de dag, omdat wij op de bank hebben gezeten. We hebben nog even PSV gekeken. Daarna hebben we gewoon nog eventjes gezellig gekletst en nog eventjes een drankje gedaan. Dus ik heb verder helemaal niet meer de camera erbij gepakt om gisteren de dag af te sluiten. Ja, wat ik had gezegd, de slipcursus was echt super leuk. Zeker voor herhaling vatbaar. Ik heb de filmpjes net aan Lars laten zien en die vond het er ook wel leuk uitzien. Dus misschien dat hij het ook nog een keer gaat doen. En nu is het 11:30. Ik ga nu even richting de stad. Ga ik even naar de Primark. Even een rondje maken, kijken of ik nog iets leuks kan vinden. Ik wil eigenlijk kijken of ze daar iets van lofertjes of iets dergelijks hebben. Dus daar ga ik eventjes voor kijken. En daarna heb ik met Margot afgesproken om te gaan lunchen bij Victoria. Ik moet denk ik met de navigatie daarheen lopen, want ik heb wel ongeveer een idee waar het zit, maar nog niet precies. Dus daar ga ik rond 1 uur... 1:30, zoiets hebben we daar afgesproken. En dan gaan we gezellig samen lunchen. Dus ik ga jullie gezellig meenemen naar Eindhoven. Ik zal beneden nog eventjes de full shot laten zien van de outfit die ik vandaag aan heb. Want ik ga daarna ook nog shooten met Margot. Dus ik heb hier ook een hele tas klaarstaan die ik ook mee moet nemen. Dus zo meteen even een outfit shot. Nou, de outfit die ik nou aan heb ziet er zo uit. Shirtje is met korte mouwen, een beetje doorschijnend. Die is van de Zara. Spijkerbroek met een roze streep op de zijkant, die is ook van de Zara. Schoentjes zijn van Nike, helemaal roze. Die riem is van mijn zusje, ik heb geen idee waar die van is. En tasje is ook van mijn zusje, die heeft ze gekocht bij de expo in de stad. Dus dit is de hele look. En dan is het tijd om naar Eindhoven te gaan. Nou, ik ben nu in de Primark en ik heb 2 truien gepakt en een rokje. Dus ik ga even kijken hoe het staat. Dat ga ik jullie zo laten zien. Ik heb nu de eerste trui aan. En die is best wel een beetje groot. Maar als ik hem in mijn broek doe en ik blouse hem een beetje op, vind ik hem wel super leuk. Dus deze neem ik sowieso mee. Nou, de tweede trui is op zich wel leuk. Ook weer een beetje groot, maar in je broek gaat het wel. Alleen hier op de schouder zit een naad. En daardoor zit hij niet lekker. Dus deze ga ik niet meenemen. Het rokje is op zich wel leuk. Maar hij zit hier een beetje raar. En hier ook. Dus die ga ik ook niet meenemen. Ik zit nou bij Victoria en ik ben met Margot! Dus we gaan even lekker op de kaart kijken wat we willen lunchen. Oké, we hebben onze drankjes gekregen en we hebben allebei een homemade lemonade. En die ziet er zo lekker uit. Met mint en met aardbeien. We hebben onze lunch. Ik heb American pancakes. Echt super lekker. En Margot heeft een acai bowl, een acai bowl. Geen idee hoe het uitspreekt. Dus wij gaan lekker eten. We staan nu bij de Witte Dame. En we hebben net super lekker gegeten bij Victoria. Die pannenkoeken waren echt top. En we zijn nu foto's aan het maken. Ik had deze outfit. Hebben we net al even op de foto gezet. En dan moet ik nog even een shirtje shooten. En een kettingje wat ik had gekregen. Van Amen Jewelry. Dus die moet ik zo meteen nog even op de foto zetten. En ik heb nog een heel leuk jurkje die ik ook even op de foto wil zetten. En die is van de Must-haves, maar die zien jullie zo meteen. Dus we hebben hier een prima witte muur gevonden. En dan gaan we eventjes verder met foto's. Nou, ik ben weer onderweg terug naar de auto. Ik heb lekker fotootjes gemaakt met Margot. We zijn maar een uurtje bezig geweest en we hebben toch weer 3 outfitjes op de foto. Dus dat is top. Het zonnetje schijnt heerlijk. Het is echt super mooi weer. Echt lekker nazomerweer. Dus ik ga nu weer in de auto stappen en dan rijd ik naar Lars toe. nog lekker eventjes genieten van mijn zondag. Voor je het weet is de zondag weer voorbij en voor je het weet is ook het weekend weer voorbij. Dus ik ga richting huis rijden en dan zie ik jullie zo weer. Ik ben weer lekker thuis en inmiddels is het alweer 15:15. Tijd gaat snel. 15:15. Ik zal jullie nog even het jurkje laten zien wat ik aan heb. Die heb ik dus bij de Must-haves gekocht. En het kettingje van Amen Jewelry, die heb ik hier ook hangen. Dat is deze. Dus dit is het kettingje van Amen Jewelry. Of Amen of Amen, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Een heel klein hartje. En dat is dan een wat langer kettingje, dus die komt tot hier. Dus die is het leukste op gewoon een helemaal een effen shirtje of een effen jurkje of iets in die richting. Ik ga nu even met Lars richting ons nieuwbouwhuis. Of ja, nieuwbouwhuis. Het is nu nog een grond met allemaal bulten zand. Maar in ieder geval even kijken hoe het er nu voor staat. Gaan we even met de drone over het terrein vliegen. Want wij zitten helemaal achteraan in het project. Dus vanaf de weg kun je onze kavel niet zien. Dus daar gaan we even met de drone overheen vliegen. Gingen we vanavond nog naar de kermis? Misschien wel. Gaan we misschien vanavond nog naar de kermis in Geldrop. Eventjes een rondje doen en eventjes gezellig een drankje doen. Maar dat gaan jullie allemaal straks zien als we dat gaan doen. We staan nu bij het bouwproject. Hier staat de drone. En hierachter is het, ja, hoe moet ik het noemen, bouwterrein. We mogen er niet in. Omdat ze nou dus bezig zijn. Maar zoals je ziet is het echt nog gewoon één grote zandbak. Lars die gaat nou een stukje eroverheen vliegen met de drone. Dus dat ga ik jullie nu laten zien. Zoals je hebt kunnen zien is het echt gewoon nog één grote zandbak en is er nog niet zoveel gebeurd. Een van de mensen die al daar in de wijk woont, eromheen zeg maar, die kwam nog even naar ons toe. En die vertelde ook dat er nog niet heel veel activiteit te zien is. Dus dat vonden we eigenlijk wel een beetje raar, want wij dachten dat ze echt volop bezig waren al. Maar blijkt dus niet zo te zijn. En ik denk dat het nog wel vanaf nu ruim een jaar gaat duren voordat het dan ook eindelijk klaar is. Maar goed, we doen het ermee. Lars is nou eventjes de filmpjes van de drone over aan het zetten op mijn SD-kaartje. Zodat ik de filmpjes ook heb. En zodat ik ze dus in de video kan plakken. En dan ga ik even naar huis. Want mama appte dat over ongeveer een half uurtje of zo het eten klaar is. Dus ik ga thuis eventjes eten. En dan gaan we straks denk ik nog even naar de kermis. Dus dan neem ik jullie ook weer gezellig mee. Nou, ik heb me helemaal klaargemaakt. We gaan zo meteen eventjes naar de kermis. Lars appte net dat hij eraan komt. Dus die zal over ongeveer 10 minuutjes hier zijn. En dan gaan we meteen die kant op. We zijn lekker thuis van de kermis. Ik heb alvast mijn tanden gepoetst. Zometeen eventjes mijn make-up afhalen. Lekker douchen en dan is het tijd om te gaan slapen. Morgen is het alweer maandag, dus dat betekent dat we weer een nieuwe werkweek zitten wachten. Dus ik ga vanaf morgen weer gewoon lekker 5 dagen aan het werk. En dan volgend weekend pak ik de camera er weer bij. En dan ga ik jullie weer meenemen in mijn nieuwe weekend. Het is nu 22:15. Dus ik denk dat ik rond 22:30 in bed lig. Vind ik een prima tijd. En dan ga ik lekker misschien nog eventjes een filmpje kijken op YouTube of iets dergelijks. En dan ga ik lekker slapen. Dus ik ga bij deze in ieder geval wel de video alvast afsluiten. Doe een duimpje omhoog, vond je de video leuk? Laat even een reactie achter in de comments. Laat even weten wat je ervan vindt. En ik zou het ook super leuk vinden als je abonneert op mijn YouTube kanaal. Dat is in ieder geval gratis. En je blijft op de hoogte van alle nieuwe video's die nog gaan komen. En dan wens ik jullie nu alvast slaap lekker en tot volgende week.